Beste vrienden en technicus, welkom terug op Snuk. Ik heb zo'n iPhone 5 en eigenlijk een iets wat verouderd toestel, maar ik zou deze graag behouden, omdat je zo'n oude gsm in feite nog heel praktisch kunt gebruiken om muziek te spelen bijvoorbeeld, of om gewoon in mails of voor internet of iets dergelijks, dus niet meer om voor dagelijks gebruik, maar allee, in mijn geval zeer nuttig om misschien nog via wifi muziek te kunnen streamen of downloaden. Dus om die reden wil ik dat toch een keer tonen, hoe dat je dus zo'n batterij van zo'n gsm, want dat is hetgeen die natuurlijk meestal defect geraakt, zou kunnen vervangen. En de vraag is natuurlijk, lukt dat om dat zelf te doen? Ja of niet? Dus ik heb inmiddels zo'n batterij hier aangeschaft. En ik heb die vanuit het Verre Oosten hier kunnen bekomen. En dat zit er dus, zit er nog een keer in een doosje blijkbaar. En dat is dus dit hier. Ups, oké. Zo'n batterijtje. De mensen laten dat meestal doen, maar allee, nu is de vraag natuurlijk, kan de mens dat zelf? Als je goed kijkt, zie je dus een kleine connectie. Ik zou zeggen, komt daar niet te veel aan, eigenlijk aan dat hier. En we gaan even zien wat dat eigenlijk gaat passen ook, want ik heb dat besteld, dus typisch voor die telefoon hier. Maar dan eerst, ik begin met dat hier uit die dingen te halen, hier, uit die beschermhoes. En dan ga je zien, normaal gezien, ik heb dat vroeger nog een keer gedaan van een andere gsm. Er zitten hier dus twee kleine vijfjes links en rechts van die fiche. Het is natuurlijk zeer belangrijk dat je daar de gepaste tools voor hebt om dat te kunnen losmaken. Ik heb zo'n toolset langs hier gekocht. De prijs staat er nog op. Voor €13,90. Ik heb dat hier in een plaatselijke winkel gekocht, omdat je dat natuurlijk meer dan één keer kunt gebruiken. En dat ook kwalitatief goed materiaal is. Een aantal van die tools ga je natuurlijk nodig hebben voor, om die speciale vijfjes, sommige speciale vijfjes. Dat zijn in dat geval een kleine Torx is dat. Dus, ja, ik weet niet of je dat kunt zien, maar dat zijn mini Torx vijfjes. En hier onderaan, dat zou moeten, dat is een beetje geluk, ja. Dus echt oppassen dat je dat niet kwijt speelt. Dus ik heb hier dus een potje met plakband ondersteboven eigenlijk. Dus je plakt dat eraan, zodat als je dat links-rechts houdt, dat je dat niet kwijt speelt. Dus eigenlijk moet je in totaliteit maar twee vijfjes lossen. En in principe zou je dan die bekistingen moeten kunnen open doen. Voilà, daar zie je nu aan. Je kunt die al niet meer kwijtspelen. Dus hier onderaan hebben we dus een soort de Torx vijfjes eigenlijk. En dan heb je nog een toeltje in plastic. Misschien best toch wel iets in plastic gebruiken. Om dus dat hier open te wrikkelen eigenlijk, maar vooral eer dat we dat doen, hebben we in principe hier nog een zuignap. En die zuignap heeft natuurlijk ook zijn doel. Zet dat dus niet op die knop hier, want dan gaat valse lucht aanzuigen. Dus vlak zo dicht mogelijk bij die knop hier. En dan trek je daaraan. Oppassen, als je stel dat hij lost, dat je niet meteen die een boel lostrekt, want je scherm is verbonden met je ondergedeelte. En dan trek je natuurlijk een fiche kapot en dan moet je gsm gewoon weggooien. Dan ga je zien dus dat dat hier tussenin dat dat heel klein beetje aan het open gaan is daar. Maar het komt niet vanzelf los en daarvoor heb je natuurlijk nog een soort tool nodig om een beetje te helpen die zaak naar boven te krijgen. Dus dat kan vlot gaan, dat kan ook heel moeilijk gaan. Dus ja, ziet, dat hangt af een beetje van wat zit er allemaal tussen en een type gsm. Maar dat is het moeilijkste van het verhaal eigenlijk, is dat hier op een manier los te krijgen zonder dat die schade te berokkenen. Dus een goede zuignap is hier echt wel belangrijk. Maar dat lijkt me niet meteen te lukken. Ja, het zit hier op de zijkant. Normaal gezien zit er hier links en rechts door twee haakjes die de zaak eigenlijk tegenhouden en moet erover geraken. En daarvoor heb je eigenlijk een tool nodig, maar gebruik niet graag. Ik heb hier wel een metalen tool zo. Kijk, ik heb hier van die hele fijne pincetjes zo in principe. Maar metaal, dat beschadigt toch altijd voor een deel je gsm en ik ben daar niet zo'n voorstander van, dus ik heb liever dat het iets langer duurt en dat we dan op deze manier kunnen doen. Maar dat moet natuurlijk ook lukken, en als het echt niet gaat, ja, dan zien we wel. Maar toch maar een keer proberen, want het komt niet op 5 minuten. Hè. Ja, en die video wel uiteraard, want die video gaat niet langer duren dan 15 minuten. En dat is natuurlijk het probleem, ga ik hier binnen mijn tijdspannen geraken om dat hier los te krijgen. Hè.
Dus want uiteindelijk moet je ja, dat tegenhouden en trekken dezelfde tijd. Dus het ondergedeelte moet naar beneden en het bovengedeelte moet naar boven. En tezelfde tijd met die tweede hand moet je dan eigenlijk dat proberen een beetje hulp te geven om dat hier naar boven te krijgen. Hè. Maar ik heb er toch moeite mee. En nogthans gebeurt het op die manier, maar dan misschien met nog sterkere zuignappen. Dat lukt me niet meteen. Ik ga toch een keer moeten... Maar dan heel voorzichtig, want slot, het is geen nieuwe gsm, gelukkig maar. Maar ik ga toch een keer proberen misschien met die metalen dingen, of dat enigszins hulp zou kunnen bieden. Ja, het is toch wel... Ik denk dat het toch wel wat vuiligheid tussenin is dan dat die wat geklemd zit. Hè. Dat lijkt dus toch niet zo gemakkelijk. Hè. Dus wie weet, wat dat je zelf doet is misschien toch niet altijd beter, maar we zien wel. Maar je moet natuurlijk ook een klein beetje geluk hebben in het leven. Hè. Ja. Maar zeg nooit nee natuurlijk. Ah, zie je dat? Zeg nooit nee. Wat zeg ik? Voilà, kijk, wat zei met u? De aanhouder wint. Hè. Dus als eenmaal dat je ertussen geraakt, misschien een klein beetje een trostie beweging, zodat je als de andere kant ook geraakt. Nog een beetje. Je moet hier tussen geraken. Hier doen we datzelfde, maar een klein beetje torsen. Zie je dat? Dus hij is los. Aha. Nu niet helemaal open floepen, want er is dus, helemaal op het einde is er nog een visje. Dus die ondergedeelte met je beeldscherm verbindt. Dus heel voorzichtig dan, opgepast van die visje. Heel voorzichtig recht plaatsen. Maar ik heb dat vroeger nog eens gedaan van een andere, van een iPhone 3. Wat ik dan normaal doe, ik neem dan een stukje plakband. Zo. Trek er een stuk vanaf. Als je dus dat probleem hebt dat hier niet blijft staan, zo, dan doe ik dat zo. Dus ik pak een stuk plakband en plak dat vast op de onderkant van een ondermatje. Dus dat is een beschermmatje dat je hebt. Dus van die moes hier. Zie je dat? Dat is dan weer aangekleefd, dat kan niet meer weg. Hier. En hier ga je dus drie vijzen zien. Dus hier, daarvoor heb je een ander schroevendraadje nodig. Zo eens met feiten is een sterrenkopje. Als je natuurlijk zo een vergrootglas bril zou hebben, ga je er natuurlijk nog beter zien. Hè. Dus dat is natuurlijk ideaal. Het gaat zonder, maar uiteraard kun je dat veel beter beeld hebben met zoiets. Hè. Dus met weer terug drie vijzjes, maar dat je weer al aan dat plakband bevestigen. Eén. Best dat een beetje apart, zodat je niet mist, want uiteindelijk is het dan een kleine ene die niet ziet welke vijzjes dan juist zijn eigenlijk. Dat is eigenlijk een beschermlip, zal ik maar zeggen, een metalen beschermingsboord om die fiche te beschermen en vast te houden ook. En dan ga je met een metalen dingetje, of dat plastic dingetje misschien nog beter, dat hier, dus dat beschermdingetje, ik zie dat hier bestaat uit twee delen. Oeps, dat wist ik hier ook niet. Deel 1, dan moet ik goed kijken hoe dat hier in elkaar zit. Dat lag zo, deel 2. Oh, er zit nog een vuistje. Oh. Oh nee, toch niet. Dus dat zit zo in elkaar. Het is altijd beter om een beetje in de positie te leggen. Dit omdat je niet moet gaan zoeken. Hè. En dan hebben we hier een... ik weet niet of je dat allemaal kunt volgen hoor. Dan moet ik het toch een keer dicht doen van dicht. En hier dat hier weg doen. Dus wat zien we hier? Dat die. En daar zit er een lipje. Hier dat zwart is een lipje. Ik denk dat je dat lipje gaat moeten achteruit trekken. En dat die fiche eigenlijk in wezen eronder zou zitten. Of is dat meteen de fiche? Dat is natuurlijk de vraag. Even kijken. Ja, dat is meteen de fiche. Het is niet zo dat er daar een lipje aan hangt om aan te trekken ofzo. Dan moet dus eigenlijk... achter de fiche, die zaak hier achter de fiche gaan haken en dan klik en dan komt dat los. En nu is dat hier los en dat is in feite al voldoende. Nu hebben we nog een ander probleem, de batterij zelf is vastgekleefd eigenlijk op die onderkant of op die achterkant. En nu moet je dat hier los gaan wrikkelen
Sorry, en moet je dat op een positie plaatsen waar je natuurlijk niet te veel of geen schade zelfs kunt veroorzaken aan je toestel zelf. En dat lijkt ook nog niet zo heel evident. We gaan dan even zien of dat ergens mogelijk is. Ik zie hier nog een antennekabel. Dat is echt toch wel een gevaarlijk iets hoor. Ik kan begrijpen dat ze soms zeggen van blijf eraf. Want het is toch allemaal niet zo heel evident hoor. Om hier geen schade te doen, vind ik het toch wel riskant. Dan kan ik toch stellen dat dat niet voor een doorsnee burger is om hier... Want uiteindelijk, het komt erop neer dat het allemaal goed moet doordacht worden vooraleer dat je hier enige handeling doet. He. Want het is allemaal zo broos en delicaat. He. Want het is niet de bedoeling dat mijn toestel weggooien. Ik zal hem graag houden. Want de restwaarde van zo'n toestel, wat krijg je voor 50 euro of zo? Voilà, we hebben hier de batterij. Maar ik denk dat ik hier al pech heb, want volgens mij is dat niet dezelfde aansluiting. Of wel? Nou ja, toch. Er zit hier ook zo'n lepje op, kijk. Ik hoop het. Als dat dezelfde afstand is. Ja, het ziet er redelijk hetzelfde uit, toch? Kun je dan nu geloven dat dat nu nagemaakt is? Dat lijkt mij allemaal hetzelfde. Dus ik zie dat hier ook een soort plakband waarschijnlijk op de achterzijde hangt hier. Waarvan, dat zit hier nog een keer in een plasticje. En hier zit dan hier een plasticje. Oh, zo. Goed, ja, ik denk dat we dat plasticje hier ook zouden moeten verwijderen, zeg je. Zou dat de bedoeling zijn? Of moet dat in zijn heel erin? Ik ga dat toch maar verwijderen hoor, want ik denk toch niet dat dat... Dat in thuis hoort, die andere zat er ook niet in. Dus we hebben het batterijtje, wat er gemonteerd is. Dat plakband die hier aanhangt, wat hier aan kleeft, dus dat kleeft nog, dus ik ga dat niet vervangen ofzo. Het batterijtje mag er wel op zijn juiste positie. Een heel juiste positie, want eenmaal dat kleeft, kleeft het. Hupsakee. Nee, niet helemaal juist. Niet helemaal correct. De fiche zo en dan de aansluiting. Ik ga nu een poging doen om dat hier enigszins op je eerste positie te krijgen. Hè. Ik denk dat ik toch misschien er goed aan doe om eerst de fiche te monteren. Omdat je hier een beetje meer de richting kunt bepalen. Goed dat we dat juist de stekkerke daar gaan inkrijgen. Hè, want dat ziet er allemaal simpel uit, maar dat is echt nieuw. Ik denk dat ik hier beet heb. Oké. Goed, en nu hebben we vrij spel om die batterij ook even te corrigeren tot dat het de juiste plaats heeft. En erin te monteren. Dat zal ongeveer. Het is toch iets die. Ja, oké. Okay. Er was een lippetje die daar blijkbaar een beetje in de weg zat. Ja, oké, dat ziet er hier treffelijk uit. En ik denk dat hier dan... Oké, goed kijken hoe dat hier in elkaar zit. Dus dat hier dan naar beneden gaat daar. Dus de fiche, ja, ziet, moet voorzichtig zijn, want met hier wat te wringen is mijn fiche wat terug losgekomen. Dus ja, je doet er dus niet mee wat hij wil. Die, dat is echt zeer, zeer fijn werk. Voilà. Dat is niet anders kan. Eigenlijk kortom gezegd, dit is niet iets om in 1, 2, 3 te doen. Nu zit hij daarin. We gaan dat toch maar een keer testen, hè, want kijk, mijn plakband hangt hier nog aan. Dat ik eraf doe. Dat is niet meer nodig, dus dat terug vooraan. Eerst gaan we dat terug daar op zijn positie plaatsen. En terwijl we hem hier achter, vooraan, dus op die kant duwen, gaan we hier stukje bij stukje naar boven. Om tenslotte hier te zien of we hem hier goed zitten. We zitten goed. Ja, dat klopt. Het klopt allemaal.
Maar goed, toch. We gaan het meteen even testen, hè, want ik weet natuurlijk niet in hoeverre de batterij opgeladen is. Oh, voilà, kijk, is terug in orde. Goed, ja, ik heb spijtig genoeg nog iets vergeten. Sorry, ik kon het terug moeten open doen. Want kijk, je ziet dat je echt zeer voorzichtig moet zijn, want die twee plaatjes die eigenlijk die fiche van de batterij op zijn positie moeten houden, die moeten natuurlijk ook nog terug in. Ik zie dat hier pas. Maar kijk, goed, het is echt wel mogelijk om dat zelf te doen. Ik ga het natuurlijk terug openmaken, die twee plaatjes terug opzetten. En dan terug de twee vijfjes erop. En klaar is Kees, maar je ziet zelf, allee, het toestel werkt terug. En voor een vijftal euro of zo heb ik hier nu een andere batterij. En is er eigenlijk ja, om zijn 10 minuten werk aan. Hè. Dus ik hoop dat, dat ik u iets heb bijgebracht bij deze. Dat was mijn persoonlijke proefondervindelijkheid hier. Maar goed, altijd nuttig voor mensen die misschien ook creatief zijn en zelf aan de slag willen om wat kosten te drukken, natuurlijk voor dergelijke herstelling. Goed, ik dank u alweer voor het kijken en ik zie u terug waarschijnlijk bij de volgende video van Snuk Hobby Electro. Daai!